En u weet ongetwijfeld nog de trieste ontknoping rond de dood van kapster Miranda Zitman uit Soest. In januari werd een koffer met een vrouwenromp gevonden bij de Zuidereidijk in Amsterdam. Lange tijd was onbekend wie het slachtoffer was. Tot eind april in Soest de partner van de 52-jarige Miranda Zitman naar de politie stapte en een verklaring aflegde over zijn rol bij de verdwijning van Miranda. Niet alleen werd door DNA-onderzoek vastgesteld dat de romp in de koffer bij Amsterdam van mevrouw Zitman was, ook werden stoffelijke resten van de vrouw in haar eigen tuin gevonden. Ja, en de 56-jarige partner van het slachtoffer zit nog altijd vast. Het is al een schokkend verhaal. Mevrouw Pomper nu aan de lijn. Ik weet niet helemaal hoe ik het moet zeggen, maar nu blijkt ook nog dat het lichaam van mevrouw Zitman nog niet compleet is. Ja, inderdaad. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de verdachte 2 opvallende hockeytassen met stoffelijke resten van het slachtoffer in het water van het Amsterdam-Rijnkanaal heeft achtergelaten in omgeving van de Zuidereidijk. En 2 dagen uitgebreid onderzoek rond de plek waar die koffer werd aangetroffen met duikers van de Koninklijke Marine heeft geen resultaat opgeleverd. Nou, de 2 hockeytassen werden niet aangetroffen en die willen we natuurlijk graag terugvinden, zodat we na het bestaan van mevrouw Zitman haar waardig kunnen begraven. Ja, daarnaast willen we mensen waarschuwen dat als ze die tassen ergens zien, ze er niet aan moeten gaan zitten, maar ons meteen moeten waarschuwen. Duidelijk, dank voor de toelichting mevrouw Pomper. En voor u dus, het gaat om 2 hockeytassen van het merk Osaka, waar je normaal gesproken hockeysticks in vervoert. We zien de plek waar de koffer met die romp half januari is teruggevonden op dit kaartje. In datzelfde water rond de Zuidereidijk zijn de tassen achtergelaten. Misschien zijn die meegevoerd door de stroming. Dus wie heeft ze in het water of langs de oever gezien? Bel 0800 60 70.